keuze die jij maakt, oftewel de woordkeuze, bepaalt het effect en het gevolg van de communicatie. En of dat nu in een privézetting is, aan tafel bij een klant of op je website, elk woordje heeft een bepaald gevolg. En daar staan we gek genoeg eigenlijk, ja, in mijn ogen tenminste, te weinig bij stil. Je hoeft de tekstschrijvers, verkopers, dichters, verhalenvertellers, hoef je het effect van woorden niet uit te leggen. Hoe vaak sta je eigenlijk zelf stil bij de teksten die je schrijft? Dus zowel in de communicatie, in je e-mailwisseling, in je offertes en op je website. Elk woordje heeft een bepaald gevolg. Sterker nog, in deze woensdag gemakdag aflevering laat ik zien, aan de hand van bepaalde case studies, dus wat er daadwerkelijk getest is, wat dus het effect is van alleen maar een ander woordje op het uiteindelijke resultaat. Zo laat ik zien hoe ze in één klap 5% meer leads kregen met het aanpassen van een klein zinnetje. En laat ik jezelf ervaren wat het effect is van het toevoegen, het verwijderen of juist net eventjes iets anders neerzetten van bepaalde woorden. Nou, hoe werkt dat in de praktijk? Ik geef je enkele voorbeelden waarin je zelf kunt ervaren van oké, wat doet nu zo'n woordje bij mij? En we zijn gelukkig allemaal anders, dus het is ook geen gouden formule van doe dit, dan is het gegarandeerd resultaat. Kijk wel van hé, wat voor impact heeft dit op mij? En merk ik dat het anders binnenkomt? Test dit dan vervolgens ook online of in ieder geval in de communicatie en achterhaal welk resultaat, dus welke impact en effect dat heeft. Kijken we bijvoorbeeld naar dit voorbeeld. In het dikgedrukte zie je een soort van een vulwoord die regelmatig gebruikt wordt in teksten die eigenlijk net zo gemakkelijk weggehaald kan worden. En kijk, hier schuilt wel een soort van gevaar in. Ja, wat voor soort gevaar? Een stuk meer krachtiger wordt het al wanneer je zegt, hier schuilt wel een gevaar in. Of hier schuilt een gevaar in. Het is prima om berichtjes te kopen of tweetjes te kopen, maar hier schuilt wel een gevaar in. Een soort van gevaar ontkracht je eigenlijk, in mijn ogen tenminste, het stukje de waarde van de zin. Een ander voorbeeld. Verkeerde SEO-tips kunnen averechts effect hebben op jouw positie in Google. Ook hierbij het dikgedrukte woord, dus effect, is in principe een vulwoord. Je kunt het ook weghalen. Verkeerde SEO-tips werken averechts op je positie in Google. Hij komt veel sneller binnen en het woordje effect kun je in allerlei zinnen ertussen krijgen, maar je kunt het nog beter er gewoon uithalen. Dit is dus ook belangrijk, wil je beter gevonden worden. Dus ook is een van de meest voorkomende vulwoorden die ik tegenkom eigenlijk online. Omdat je, ja, dat is eigenlijk een soort van, ja, spreekwoordelijk. Ja, dus het is meer spreektaal, om het zo te zeggen. Waardoor je dus, als je het weer terug gaat lezen, dit is belangrijk, wil je beter gevonden worden. Dit is dus ook belangrijk, wil je beter gevonden worden. Of dit is belangrijk, wil je beter gevonden worden. Het komt een stukje krachtiger binnen. Dus hoe meer van die vulwoorden jij in je zin hebt, hoe grotere optimalisatieslagen jij nog kunt maken. Ander voorbeeld, heb je eigenlijk geen idee hoe je aan nieuwe klanten komt? Of heb je geen idee hoe je aan nieuwe klanten komt? Het stukje eigenlijk laat ook al een stukje onzekerheid zien. Ja, we zouden je eigenlijk best wel goed kunnen helpen. Of we zouden je best wel goed kunnen helpen. Of nog beter, we kunnen je goed helpen. Wij helpen jou elke maand om alle cijfers en resultaten inzichtelijk te maken. Ik ben niet geïnteresseerd in wat jullie bieden. Ik ben geïnteresseerd wat ik krijg. Dus jij krijgt elke maand helder inzicht in alle cijfers en resultaten. Dit is een van de makkelijkste optimalisatieslagen die je in je teksten kunt maken. En geloof me, ik durf te garanderen dat wanneer jij alles om gaat zetten in plaats van wij naar jij, dat je gaat stijgen in je conversies. Ik zie het keer op keer, en ik heb nog nooit een praktijksituatie meegemaakt waarin wij beter werken dan jij. Dus niet wij bieden, maar jij of u krijgt. Ander, denk na over wat voor emotie hebben bepaalde woorden. Dit zorgt voor een beter bereik, mega bereik, gigantisch bereik. Ik was verdrietig, ik was kapot.
Ik was uit het veld geslagen. Ik was totaal van de wereld. Elk woordje en zeker de zinnen hoe je die woorden vervolgens gebruikt, geeft een bepaalde emotionele lading mee. Speel daarmee. Je kunt dit prima zelf doen, maar doe het wel stap voor stap. Het woordje maar zorgt ervoor dat we alles wat voor het woordje maar komt, direct ontkrachten. Schat, heb jij je huiswerk gemaakt? Ja, maar. Dus ik weet al gewoon, ik hoef dat eerste stukje hoef ik niet te ontslaan, want alles wat daarna komt, dat wordt de echte reden. Doe het stap voor stap, je kunt het prima zelf doen. Je kunt het prima zelf doen, maar doe het wel stap voor stap. Dus ik kan het niet helemaal zelf doen, want ik moet het stap voor stap doen. Doe het stap voor stap en je kunt het prima zelf. Omgedraaide van de maar is het woordje omdat. Je bent altijd verzekerd van de juiste keuze met onze garantie. Omdat je profiteert van de garantie, ben je altijd verzekerd van de juiste keuze. Er zijn talloze onderzoeken gedaan naar het effect van omdat. Je kunt het zelf ook eens een keer proberen als je haast hebt in de supermarkt. Vraag gewoon, mag ik voor omdat? En het maakt niet eens wat je eruit achteraan plakt. En je zult zien dat je voorrang krijgt. Nou, kijken we dan helemaal naar het effect in bepaalde case studies. Hier kan ik me aanmelden voor een gratis magazine. Nou, je ziet een heel grote knop gratis. Ik meld me aan voor het magazine. En je ziet daar vervolgens weer gratis aanmelden. Welke variant werkt nu beter? Nou, als je kijkt, je ziet toch heel groot een roze button. Of ja, wat is er, een roze rondje staan met gratis. Waarom zou je het dan toch nog weer extra benoemen? Nou, als je dan ook kijkt naar variant B, dus eigenlijk de gratis aanmelden. Die leverde maar liefst een stijging op van 6,7% conversie naar 9,8%. Alleen maar even het woordje of het zinnetje aanpassen. Een andere case study is die van Zwitserleven. Die had een iets grotere impact. Zwitserleven, we kennen volgens mij de meesten kennen wel de reclames ook van de pensioenen en onbezorgde pensioen. Op de pensioenpagina hebben ze getest van wat doet nu eigenlijk de tekst op de button, dus op de knop. Nou, de afbeelding is niet zo van hele goede kwaliteit. Alleen op die rode knop stond meer informatie en de variant was ga verder. En als je kijkt, levert dus die meer informatie, levert maar liefst een CTR, dus een doorklikpercentage, stijging van 14%. Dus 14% meer klikt. En uiteindelijk ook ietsjes meer dan 5% meer leads. Dat is een gigantische stijging met alleen maar een kleine aanpassing in een stukje tekst. En als je er ook echt bewust bij stil gaat staan, is het ook niet zo heel onlogisch dat meer informatie beter werkt. Wat weten wij allemaal van informatie? Dat is dat het gratis is. En als ik dus op een knop meer informatie zet, weet ik van oké, ik krijg alleen maar meer informatie. Klik ik op ga verder, dan of het nu onbewust gebeurt, of dat ik er al bewust mee bezig ben, ik ga direct nadenken, ja, ga verder met wat? Ben ik ook iets aan het bestellen? Met wat ga ik dan precies verder? Wees je van bewust dat er enorm veel, en dan ook echt enorm veel emotiewoorden zijn. Woorden die extra psychologische kracht met zich meenemen, om het zo te zeggen. En dat er enorm veel vulwoorden zijn. Nou, ik ben bezig met een heel uitwerking van alle vulwoorden, zinnen, die je dus heel gemakkelijk eigenlijk kunt gaan gebruiken bij het redigeren van je teksten. Dus mocht je dat interessant vinden, geef even een reactie onderaan deze video. Zodra ik het nou klaar heb, weet ik in ieder geval dat jij geïnteresseerd bent. En zorg dat jij ook een exemplaar ontvangt. Mocht je dit soort tips sowieso nooit meer willen missen, zorg dat je abonneert. En heb je vragen of reactie, laat het van je horen. En dan zie ik je bij de volgende aflevering.